De eerste duizend. Er was in 1988 een potje over uit het Provinciale Landbouw Elektrificatiefonds. Dit fonds was door de provincie en de elektriciteitsbedrijven opgericht om het elektriciteitsnet te verzwaren zodat langere koeling van melk op de boerderijen mogelijk werd. Tjerk Visser, destijds directeur van het Leeuwarden Filmhuis en het Fries Filmfestival, bedacht dat het overschot een goede bestemming zou krijgen... als hiervoor historische films over de Friese landbouw... werden verzameld en gerestaureerd. Die lagen her en der en in onbekende staat verspreid. Karel Bos, toenmalig voorzitter van het Fries filmcircuit... was de aangewezen kruiwagen. Vanuit de Abfacabo was hij commissaris bij de Frichem... en hij stelde directeur Geersing voor om cultureel en maatschappelijk relevante projecten te ondersteunen. Geersing maakte zich hard voor een startsubsidie om een begin te maken met behoud van het Friese filmische erfgoed. Er werd een aparte stichting opgericht met Roel Klopstra, Karel Bos en Hans van Pelt als bestuursleden en een huizenraad van toezicht, waarin Geert de Vries Omroep Friesloon, Johan Frieswijk Frieske Academie en Siem van der Woude zitting zittingnamen. Het Fries filmarchief was een feit. Andere sponsoren melden zich. Vereniging de Friese Elf Steden stelde geld beschikbaar om filmmateriaal over Elf Stedentochten te verzamelen en te restaureren. In 1989 trok men een stagiaire aan, Anneke van Rensen. Studenten Filmgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen besloot om haar vrije studieruimte in te vullen met het maken van een eerste inventarisatie van films en video's in Friesland. Het liep volledig uit de hand. Ze werd gebombardeerd met vragen en materiaal. Toen haar stage voorbij was, ging ze door als vrijwilliger. Haar studie heeft ze nooit afgemaakt. In 1991 kwam ze met een overzicht van ruim duizend films en video's. Inclusief beschrijvingen en vindplaatsen van het materiaal. Ruim 60 films waren toen al in bezit van het Fries Filmarchief. Het grootste deel bestond uit de filmcollectie van het Fries Rundfeestamboek. Maar ook films van de Harlinger filmmaker Gerrit Aalfs, die veel Friese landbouw filmde, en de journaalfilmer Cornelis Bruinsma, lagen intussen in het filmarchief. Ook Car Utois. De eerste Friese speelfilm uit 1937, waaraan Aalfs had meegewerkt, lag veilig in depot bij het Rijksarchief aan de Boterhoek. De lijst van Rensen is indrukwekkend. Het Friese filmmateriaal, gemaakt voor Van Gewest tot Gewest en door Polygoon, staan er volledig in beschreven. Maar je treft ook films aan in bezit van gemeenten, musea, filmbedrijfjes en diverse filmmakers waaronder Anton Stoelwinder, L.E. Huijing, Piet Soeier, Han de Vries en de Leeuwarden stadsfilmer Eduard Janssen. De lijst heeft zijn werk gedaan. Na 25 jaar ligt een groot deel van de beschreven films bij het Fries Filmarchief, bij het historisch centrum Leeuwarden, bijvoorbeeld de films van Eduard Janssen, en bij Omroep Friesland, de collectie van gewest tot gewest. Nu, de geschiedenis herhaalt zich. Het Fries Filmarchief gaat mee in het provinciale Deltaplan Digitalisering Fries erfgoed, waarvan de middelen, hoe kan het ook anders, komen uit een elektriciteitspotje, de Nuon gelden. Natuurlijk gaan we door met verzamelen, maar digitalisering wordt de grote uitdaging voor de komende 25 jaar, want beelden horen op het netvlies.